sfeer op het trainingskamp van Ajax in Washington is nog steeds opperbest. Natuurlijk door het kampioenschap, maar vooral ook omdat de trip naar de States zich ontpopt tot een groot succes voor iedereen. Jeroen Verhoeven is tot nu toe de grootste geluksvogel van allemaal. Hij ontmoette Barack Obama. Ja, ontmoeting. Het was gewoon een konvooi die langs reed. Nee, we waren net in het hotel en Michele, Santoni en ik gingen een wandelingetje maken, want we zitten toch met het hotel overal dichtbij. En ineens werden de straten weer afgezet. En heel veel mensen bleven staan wachten, dus wij ook maar wachten, kijken wat er ging gebeuren. Nou, ik heb mijn filmcamera bij me, dus ik denk, als er wat gebeurt, dan neem ik het op. Ja, toen kwam de konvooi langs. Ja, dat is toch wel leuk om even te zien, ja. En hoe wist je dat het Obama was? Nou, hij zat achterin volgens mij. Ze begonnen allemaal te schreeuwen toen de limo langskwam. Dus dan ga ik wel vanuit dat hij erin zit. Zwaaide die? Of heb jij naar hem gezwaaid? Nou, hij zwaaide de verkeerde kant op. Het gaat goed. Lekker traint. Het is mooi weer. Hè? Meer kan je niet wensen. Was je wel eens eerder hier geweest of in Amerika? Ik ben wel in Amerika geweest, maar altijd New York en New Washington. Ja, het is een hele mooie stad. Alles zit er dichtbij, hè? Dus het is een mooi stukje lopen, een mooi park eromheen. Met alle geschiedenis en Lincoln. Het is heel mooi. Vind je het interessant ook om hier te zijn? Behalve dat het voor jullie om voetbal draait, is het natuurlijk wel een bijzondere stad op zich. Ja, ik vind dat is toch waar in Amerika eigenlijk. Sorry. Nee, nou, waar toch altijd de geschiedenis van Amerika. En. Je moet een beetje oppassen. Ja, ze worden wild. Nee, maar en de worst in de geschiedenis en natuurlijk waar Amerika door geregeerd wordt. En het is mooi om te zien. Alles wat je eigenlijk in de films ziet, zie je nou het echt. Is het voetbal een beetje van ondergeschikt belang deze week? Ja, goed, Daniel. De spanning is er natuurlijk af een beetje. Maar natuurlijk moeten wel even twee wedstrijden nog gespeeld worden. En we moeten zorgen dat we fit blijven. Ja, dat is het belangrijkste. Ik heb de indruk dat het wel gezellig is. Dat het iets ontspannender is dan anders, hè, deze week. Ja, volgens mij we zijn net een week kampioen. Ja, ik denk dat het, als je nou niet kan ontspannen, dat het nooit kan.